weg, hij was razend kwaad. Een vrouw bleef achter met twee koffers op straat. Ze heeft gezicht van iemand die drinkt. Aan elke hand houdt zij een kind. Een kleuter en een meisje van acht. Over de stad valt langzaam de nacht. De kinderen huilen zo vuil en zo moe. Nu staat ze daar en weet niet waar naartoe. Duizenden lichtjes, de stad is een feest. Ze is al op twee, drie plaatsen geweest. Maar de hotels zijn te chic en te duur. Waar vindt een mens nog een bed op dit uur? Ze heeft er twee koffers bijeen gepakt en is zich mee naar het station afgezakt. Buffet is open, dat is even geboft. Ze heeft haar kinderen een wafel gekocht. Ze zitten samen in het wachtlokaal. De jongste slaapt op een bank in haar sjaal. De oudste kijkt naar het mensengewoel en fluistert zacht, mama laat je niet doen. De mensenmassa loopt blind langs hen heen. Wie kijkt nu naar andere mensen? Niet één. Daarbij ze zijn slechts op doortocht, op reis. Het is half één, de laatste trein uit Parijs. Wachter komt en zegt dat het hem spijt. Ze moeten buiten, het is sluitingstijd. Daar staat ze wachtend tot de zon weer opgaat. Voor het station met twee koffers op straat. Met twee koffers op straat.